Logistiek is een onmisbare factor in het dagelijks leven. Zonder logistiek staat alles stil. Logistiek zorgt ervoor dat de consument elke dag boodschappen kan doen en dat je internetbestellingen soms nog op dezelfde dag worden bezorgd. Hoe je de emissies binnen deze keten kan elimineren, laat Nico Anten van Lean & Green ons zien. Consumenten vinden het heel prettig dat als ze iets bestellen, dat dat op tijd wordt geleverd en ook als ze thuis zijn. Maar wat ze ook prettig vinden is als ze aan het shoppen zijn en ze komen in de winkel, dat de spullen voorradig zijn. Dat is wel iets waarvan mensen zeggen dat bepaalt de kwaliteit van mijn leven. Maar kwaliteit van leven is ook van belang dat de lucht schoon is en dat we iets doen aan het broeikaseffect. Daarom hebben meer dan 500 bedrijven de handen ineen geslagen om te zeggen van die kwaliteit van leven, de consument, daar voelen wij ons verantwoordelijk voor. En daarmee is Lean & Green uitgegroeid tot Europa's grootste programma voor duurzame logistiek. Tegengaan van CO2-uitstoot is een heel groot probleem. En je denkt al heel snel, ja, wat maakt het nou uit als ik dat in mijn eentje doe? Op het moment dat je samenwerkt, kun je met elkaar wel een verschil gaan maken. En dat is eigenlijk wat de partij ertoe ook brengt om te zeggen van, daarom moeten we samenwerken. Een voorbeeld daarin is het voorkomen dat vrachtauto's leeg rondrijden. Weet je, lading te bundelen, heb je minder vrachtauto's nodig. Dat bespaart zowel kosten als dat het minder uitstoot oplevert. Een ander voorbeeld, een vrachtauto die vol zit met frisdrank in glazen flesjes, zit al heel snel op zijn maximale gewicht wat hij mag hebben op de weg. Maar dan kan er nog best wel ruimte over zijn in de vrachtauto. Vul je dat bijvoorbeeld af met keukenrollen of wc-papier, kun je toch slim bundelen, opnieuw de kosten besparen en tegelijkertijd iets goeds doen voor het milieu. Bedrijven willen graag handelen om die CO2 te besparen. Daarvoor hebben ze eigenlijk overzicht en inzicht nodig. Met de bedrijven hebben wij een tool ontwikkeld, die heet Lean & Green Analytics. En die stelt bedrijven in staat om inzicht te krijgen waar in hun logistieke proces de CO2 wordt uitgestoten. En daarmee hebben ze ook de mogelijkheid om met elkaar weer af te spreken hoe gaan wij het hele proces slimmer inrichten, zodat we die CO2 weten te besparen. Deze manier van samenwerking en het delen van kennis op grote schaal kan natuurlijk een hoop voordeel opleveren voor hen die de handen ineengeslagen hebben. Zo ook voor Karel de Jong. Hij vertelt ons wat voor hem de overwegingen zijn geweest om zich aan te sluiten bij deze groep ondernemers die zich inzetten om het punt van 0% emissie te bereiken. Ketensamenwerking onder het vlag van Lean & Green heeft bij ons alles te maken met duurzaamheid. En voor ons als familiebedrijf is duurzaamheid ook echt de stap de toekomst in kijken. Duurzaamheid is ook op zoek gaan naar efficiency. Efficiency-maatregelen om uiteindelijk met elkaar kosten uit de keten te kunnen halen. En voor ons is kosten uit de keten halen een mogelijkheid om dat terug te investeren. Ook richting onze consumenten in lagere prijzen op het schap. Voor ons is die ketensamenwerking ook van belang om te kunnen innoveren. Innoveren doe je met elkaar. Je houdt ideeën tegen elkaar aan. Vanuit een stuk analyse op je processen ga je echt samen op zoek naar welk stapje in de keten kan ik beter doen. En heel belangrijk daarin voor ons is dat je alleen misschien wel snel gaat, maar samen kom je verder. Kortom, ketensamenwerking is echt werken aan de toekomst. Op een duurzame manier, nu en voor later, onze supply chain inrichten. Duurzaamheid concreet maken begint eigenlijk met heel eenvoudig je proces begrijpen en je proces snappen en met elkaar daar het gesprek over doen. En dan kom je tot onderwerpen zoals, wat is het brandstofverbruik van mijn vrachtauto en hoe doet mijn collega dat? Of hoe krijg ik mijn auto voller? Ik zeg wel eens, als een vrachtauto glazen wanden zou hebben, dan zou heel Nederland toch wel denken, hey, die transportsector die is niet zo duurzaam bezig, want de vulgraad is niet altijd maximaal. Door met elkaar het gesprek te voeren, door processen te mappen en op elkaar te leggen, kun je uiteindelijk naar een betere vulgraad. Niet meedoen is echt een gemiste kans in mijn ogen. Want niet meedoen betekent dat je je ogen sluit voor opties tot ter verbetering. Voor jezelf, voor je bedrijf, maar uiteindelijk ook voor ons als Nederland. Ook Jur Hofland ervaart dagelijks de voordelen van dit programma. Hij vertelt wat Lean & Green voor zijn organisatie betekent.
Het belangrijkste binnen logistiek is dat je sowieso efficiënt bent en je flexibiliteit behoudt. Het mooie is dat duurzaamheid en kostenbesparingen hand in hand gaan. En een programma als Lean & Green helpt daar enorm mee om informatie te verzamelen en met die informatie aan de slag te gaan. Belangrijk in duurzaamheid is dat je directie daarin meegaat, maar daar blijft het niet alleen bij. De grootste uitdaging binnen bedrijven is misschien nog wel je hele organisatie daarin meekrijgen. Voorbeelden van samenwerking zijn onder andere samenwerken met charters. Wij rijden niet al onze kilometers zelf, maar we gebruiken er ook charters bij. Daar hebben we een minimale euronorm voor besloten. En dat doen we samen met onze charters. Zij delen informatie met ons, zodat we ook de Lean & Green analyse goed kunnen uitvoeren. Andere samenwerkingsvorm is met onze brandstofleverancier en de distributeur van brandstof. Daarom is het nu mogelijk gemaakt om op HVO te rijden. En het allerbelangrijkste is eigenlijk wel de samenwerking met je klanten. Met name binnen bouwplaatslogistiek. Samen een logistiek plan maken waarbij je en efficiënt bent op de bouw, kilometers bespaart en dus ook CO2-reductie realiseert. We zijn heel trots dat we de Lean & Green Star op onze vrachtwagens hebben zitten. Dat is best uniek voor een bedrijf wat bescheiden is en wat zichzelf niet snel op de borst klopt. Duurzaamheid is de nieuwe economie. Je wordt niet zomaar duurzaam, je moet er echt wel iets voor doen. Lean & Green staat open voor iedereen. En wat wij willen bieden is een manier waarop je kunt zeggen: ik ben in staat mijn werk goed te doen. Ik ben ook in staat een bijdrage aan het milieu te leveren. En uiteindelijk kun je daarmee zowel naar je klant, maar ook thuis zeggen: ik ben goed bezig.